En ik vind dat natuurlijk voorhanden met de banken. Wil je je graag voorstellen? Ik begin bij de dame van de 1. En dat is Sabine de Wit. Sabine de Wit speelt bij Almere aangevoerd in het hoofd. Nou, wij hebben als trainers van de BPO, Badminton Promotie Oost, hebben wij voor ogen gehad om de jeugd en de badmintonsport eigenlijk te stimuleren tot een nog betere competitie eigenlijk. Want in het Oosten vinden wij dat het niveau wel wat omhoog mag. En we proberen het zo te stimuleren. Voor de eerste keer hebben we natuurlijk dit toernooi georganiseerd. Maar het gaat voor ons gevoel heel erg goed. Iedereen heeft plezier in ieder geval en enthousiast. We hebben jeugd dan op 4 verschillende niveaus. We hebben de opstap, we hebben de onder 13, we hebben de onder 16 en de onder 19. Wat dan in onze regio eigenlijk is. En we hebben een poolsysteem van eerste, tweede, derde divisiespelers. Die zich mogen plaatsen door middel van die pool. Om uit te komen tegen een eredivisiespeler of speelster. Nou, dat gaat geweldig goed. Iedereen heeft zich in ieder geval enthousiast ingeschreven. Ja, dus we zijn volledig tevreden in dat opzicht. Die finales gaan vanaf een uur of 6, schat ik. 6 uur, 6:15, gaan die waarschijnlijk plaatsvinden. Nou, dus het duurt ongeveer tot 8 uur. En dan, dan hebben we een mooi toernooi gehad. Tenminste, ik kan wel genieten. Ondanks dat ik druk ben, geniet ik ook nog van een paar hele mooie partijen. Af en toe. Dus ik neem tijd en de rust gelukkig om ernaar van te genieten. We hebben de afgelopen paar maanden heb ik samen met de BPO en met Jimmy overlegd over hoe we de badminton eigenlijk in Oost-Nederland een beetje kunnen promoten. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het organiseren van een soort toernooi ter promotie van de badminton in Oost-Nederland. Badminton is gewoon in Nederland is gewoon een lastige sport om daar een nieuwe aanwas en nieuwe jeugd voor te krijgen. Dus op deze manier proberen wij de jeugd een beetje te enthousiasmeren voor de sport. Ja, en hopelijk levert dat wat op. De demonstratie het verliep goed. We doen eigenlijk samen met dit team doe ik wel geregeld demonstraties. Om ook weer de jeugd, met als doel eigenlijk om de jeugd weer enthousiast te maken voor onze sport. Dus ja, eigenlijk is het vooral in de ISPA met zoveel publiek. Dat hadden we nog niet eerder gehad, dus dat was wel een leuke ervaring. Om 2 uur, dus over 20 minuutjes, starten mijn wedstrijden. We hebben eigenlijk het toernooi zo ingericht dat eigenlijk iedereen van de wat lagere klasses onder de eredivisies mee kunnen doen. Die spelen in pool, spelen ze tegen elkaar. En de winnaar daarvan, die speelt dan tegen een eredivisiespeler. Om zo een beetje die connectie te krijgen tussen eredivisiespeler en normale speler. Ja, nou, ik ben eerst geplaatst, dat gebeurt niet zo vaak. Dus ik hoop dat ik een mooi resultaat hier neer mag zetten. En vooral in Almelo, waar ik veel mensen ken. Normaal moet ik vaak 1,5 uur reizen. En nu is het bij mij om de hoek een keer een toernooi. Dus ik hoop dat ik voor het thuispubliek een mooie resultaat mag neerzetten.